in de auto. Ik ben in Utrecht. Ik moet vandaag voor Zoomin TV interviewen bij de Roodloper. Bij de première van De Held. Nieuwe film. Ik ga nog even een beetje mijn make-upje bijwerken. En ik ga kijken wat ik kan filmen vandaag. Net het smoelenboek gekregen. We have an Italian cameraman today. Hello everyone. Nicolas here. Frederik is er ook bij van Zoomin. En nu is het wachten op de BN'ers en de cast. Bestaan van de Party Squad. Wordt vandaag gevierd hier. En ik ga vandaag een paar leuke pranks uithalen. Ik was gebeld of ik dat wilde doen. Door dezelfde regisseur als bij die pranks bij Your Music. Voor degene die dat wel eens hebben gezien. Ik ga vandaag in de maling nemen. Pranken. Ali B. Sjaak. En Dio. Ik ga je straks even vertellen hoe en wat. Ik ga even zo snel naar beneden. Even kijken of het allemaal goed gaat met de kleedkamers. Want daar is de locatie waar de geheime camera's hangen en zo. Maar ja, heel spannend. Ik heb er weer heel veel zin in. En wish me luck! Waar is die tas? Ja, oké, jongens, ieder moment. Ze komen steeds dichter. Die stemmen komen steeds dichter. Ja, die deur hebben jullie gewoon gesloten. Oh. Waarschijnlijk kloppen zij dan wel. Oh ja. Kun je hem wel even aanzetten voor mij? Dus doe maar even dit helemaal ding eraf. Ja, links. Actie. Het probleem is alleen dat ik de meeste artiesten die hier vanavond optreden ken. Dus ja, ik denk dat ik een beetje moeilijk wegkom met een grap. Ik kan ze niet echt in de maling nemen. Maar ik heb een troef. Toch vind ik het wel leuk om die Party Squad in ieder geval een keertje te laten schrikken. Hun logo is natuurlijk een leeuw. En daarom ga ik een grap met ze uithalen. Ik zit lekker thuis in mijn huispakkie. Ik heb twee hele leuke pakketjes binnengekregen. En ik dacht, ik open ze even samen met jullie. Ik begin even met een pakketje van Lief Leven. Superleuk. Hele leuke kaart. Blote voeten, wilde haren. Ik wil avonturen sparen. Lief Leven. Liefs Nanne. Dankjewel Nanne, superleuk. Het is toch super leuk als je gewoon zo wordt verrast met een leuk pakketje. Wat is dit? Ah, een armbandje. Met volle angst vooruit staat erop. Ik weet niet of je het kan zien.
Hoe maak ik dit? Ja. Nou, die hebben we gelijk op. Ik zal natuurlijk wel even dit dingetje erop doen. Nog meer kaarten. Zeg vaker nee en zeg het zonder reden. Je houdt toch nooit of te nimmer de hele wereld tevreden. Ik ga deze kaartjes gewoon random gewoon een keer naar iemand toesturen. Dat is gewoon superleuk. Wanneer sturen wij nog kaarten naar elkaar? Het is alleen maar WhatsApp. Bellen niet eens meer. Facebook bericht doet men tegenwoordig ook feliciteren. Ik doe het ook hoor. Maar waar zijn de leuke kaarten gebleven? Dat is toch zo leuk? Ik ga... Stuur even een paar adressen. Nee, dat kan niet, want dan word je straks bezocht. Nee, ik ga gewoon random gewoon dit naar de mensen toesturen. Ik ga gewoon adressen opzoeken. En kaartjes sturen. Nog meer. Ah, en een leuk tasje. Met volle angst vooruit. Lief leven. Dankjewel, Nanne. Superleuk. Mwah. Echt superleuk. Ook heb ik een heel leuk pakketje gekregen van Lisa. Lisa had mij een mailtje gestuurd. Of had ze me een Insta message gestuurd? Volgens mij een mailtje gestuurd. Met de vraag of ik een paar leuke chokers wilde uitzoeken op haar website. En ze zou me dan een pakketje sturen. Ik denk dat dit het is. Zo leuk om cadeautjes te krijgen. Gewoon thuis. Ik had er 3 uitgekozen en ik heb ze alle 3 gekregen. Nou, wat lief. Superleuk. Al die kaarten die ik allemaal ga opsturen. En die chokers die ik nu ga passen. Heel leuk. 1. 2. 3. Yay! Super blij mee. Ja, echt heel erg blij mee. Zo, ik heb even de haren losgegooid. Dat ziet er toch veel beter uit. Ja, die presentjes. Wil je nou ook zo'n leuk pakketje naar iemand sturen van Lief Leven? Ga dan naar www.liefleven.com. En wil je zo'n leuke choker? Ga dan naar www.chokitchokers.nl. En maak iemand blij of maak jezelf blij, zou ik zeggen. Hiermee ga ik ook gelijk de vlog weer afsluiten. Bedankt weer voor het kijken. Voor mijn trouwe kijkers, super leuk dat jullie er weer waren. En mocht er een nieuwe kijker bij zijn. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je de volgende keer gewoon weer bij bent. Elke dinsdag en donderdag weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Dus super gezellig als je er dan bij bent. Mocht je nog niet hebben geabonneerd, doe dat dan even. Want zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. Dus tot dinsdag weer.